Procentuele toename. Het gaat over, als het is toegenomen met hoeveel procent, en dan ga je niet uitrekenen hoeveel procent er is bijgekomen, maar je gaat rekenen met die procenten eigenlijk. Als je nu wil gaan rekenen hoeveel is er in procenten bijgekomen, als ze dat vragen, moet je het filmpje kijken, procentuele toename berekenen. Dat is dus iets anders. Ik ga nu gewoon laten rekenen met procenten eigenlijk. Dat ga ik laten zien. Nou, procent, wat betekent dat nu? Nou, procent betekent eigenlijk per 100. Het is een soort verhouding. Dus als je bijvoorbeeld hebt 40%, 40 per 100 zou je kunnen zeggen, dan betekent 40% dus 40 per 100. Ofwel, het betekent 40 honderdste deel van iets. Dus neem je 40%, dan pak je eigenlijk 40 honderdste deel. Ofwel, nou ja, dat eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, als je dit dus verder rekent, 40%, 40 honderdste deel, is hetzelfde als, dan ga je kijken naar 4 tiende, en daar kun je nog maken van 2 vijfde. Dus als je 40% van iets neemt, mag je ook 2 vijfde deel van iets nemen. Ook een bekende is 25%. Dan kan je ook gelijk nemen 1 vierde deel. Waar kwam het dan nu vandaan? 25% is 25 honderdste, ofwel 1 vierde deel. Nou, dat is hoe het werkt. Dat moest even vooraf. Als je nu deze vraag krijgt, hoeveel is 36% van 840? Nou, wat doe je dan eigenlijk? En hoe reken je bijvoorbeeld uit hoeveel procent het is als je 16 van 27 moet nemen? Hoeveel procent is dat? Dit type sommen laat ik in dit filmpje zien. Allereerst, hoeveel is 36% van 840? Nou, 36% is dus 36 per 100. Hè? En dit kun je schrijven als 0,36. Dus 36% is een verhouding van 36 op 100, ofwel 0,36. Dus als je 36% wil weten van 840, doe je 0,36 keer 840 is, en dan moet ik eventjes kijken, want dan weet ik net mijn hoofd, 302,4. Gaat het nu om mensen of dat soort dingen, hè? Dan moet je afronden op helen. En als het nu is met geldbedragen, dan rond je af op centen en percentages altijd op 1 getal na de komma. Dan gaan we naar de tweede. Nu zeggen ze, hoeveel procent is nu 16 van 27? Nou, 16 van 27... 16 van 27 is hetzelfde als 16 per 27, 16 27ste deel. En als je dat wil weten, hoeveel procent is dat? Dan is dat dus 16 van de 27 van de 100%, of keer de 100% zou je kunnen zeggen. Dus als je wil weten hoeveel procent is 16 van de 27, dan krijg je dus 16 van de streep 27 keer 100%. En dan kom je dus uit op 59,3%. Pientje is heel erg aan het blaffen en ik hoop maar dat jullie het niet horen. Straks even proefluisteren voor ik hem op YouTube zet. Een spaarlamp. Nu gaan we kijken wat gebeurt er als er een toename is. Hè, dit was even gewoon het simpele rekenen van in percentages. Ik heb jullie op de basisschool gehad, vermoed ik. Nu gaan we kijken naar een spaarlamp en er wordt 150% in prijs verhoogd. Wat gebeurt er dan? Nou, je hebt, ten eerste heb je 100%. Dan wordt die 15% verhoogd, dan krijg je dus 115%. Nou, 100% zou je kunnen zeggen, dit heb je. Dit heb je. Hier komt bij 15%. Ik ga straks een makkelijke manier laten zien, hoor. En dit is dus als het, dit krijg je. Dit heb je erna, zou je kunnen zeggen. Dit heb je erna. Nou, dan, hoe werkt dit nu? Nou, hier staat eigenlijk 15% is eigenlijk 15 van de 100. Hè? Dat heb ik jullie geleerd net, het vorige stukje. Dus 115% is 115 van de 100. Nou, om 15% te berekenen doe je 0, keer 0,15. Om 115% te berekenen doe je dus niet keer 0,15, maar keer 1,15. Want je zit over de 100%. En je zou dus ook kunnen zeggen 100% is eigenlijk gewoon keer 1 doen.
Dus wat mag je nu doen? Je mag als je 115%, als je 15% gaat verhogen, dan ga je eerst kijken hoeveel heb je dan. Maar dan heb je 115%. En dan ga je dus doen keer 1,15. Verlagen werkt ook een beetje zo, maar dan net iets anders. Dus wat je hier doet, is als je 115% van iets wil weten, doe je keer 1,15. Stel je nu voor, het is niet 15% verhoogd, maar het is 35% verhoogd. Het gaat met 35% omhoog. Nou, wat schrijf je dan op? Dan schrijf je op 135%. Dus je doet keer 1,35. Ik denk dat je dit niet eens op hoeft te schrijven hoor. En dan doe je gewoon vervolgens die som van keer 1,35. Nou, wat betekent het nu voor dit verhaaltje? Voor dit verhaaltje betekent het, en straks ga ik sommen ook opnemen hoor, dus kan je gewoon de sommen zien. Als iets 15% verhoogd wordt, dan heb je dus 115%. Ofwel, je doet keer 1,15. Nou, wat hadden we? 6,20 euro. Dus je doet 6,20 euro keer 1,15. En dan kom je uit op 7,13 euro. Hoppatee. Nou, nu gaan we even verder. Nu gaan ze het volgens mij hebben over een. Ja, oh, dat heb ik net laten zien, hè? Dus, oh, ik ga te snel. Dus hoeveel is nieuw bij een toename van 18%? Nou, je hebt dan 100% plus die 18% is 118%. En dat staat gelijk aan die 1,18. Dus wat je eigenlijk kunt doen, als je het nieuwe wil berekenen, doe je 1,18 keer het oude. Als het 18% verhoogd wordt. Volgens mij was dat. Oh nee, er komt nog een voorbeeld. Nou, nu heb je dus een kaartje in de Efteling. En dat was 32 euro in 2010. In 2011, kun je nagaan hoe oud boek dit is, hè? 2011, is meer dan 10 jaar geleden, is deze prijs 9,3% verhoogd. Dan moet je de nieuwe prijs berekenen. Nou, de oude prijs is 32 euro. Je gaat eerst kijken hoeveel procent heb je. Nou, je hebt 100% plus 9,3%. Dat hoef je niet uit te leggen, hè? Dat doe je in je hoofd. Is 109,3%. En dan doe je dus keer. En wat je dan doet is zo de komma 2 plaatsen verschuiven keer 1,093. En dan hebben we dus dat de prijs 32 euro was. Dus je doet in dit geval, dit is de factor waarmee je moet vermenigvuldigen. En die doe je keer twee, het getal moet ik zeggen, het getal waarmee je moet vermenigvuldigen. En dan kom je uit op, en dan moet ik weer echt even spieken, 34,98 euro. Dus je gaat eerst kijken hoeveel heb ik. Je kan, ik denk zelfs, ik zou, als je het fijn vindt, kun je zelfs nog opschrijven 109,3% en dan dus keer 1,093. Ik ga ervan uit dat dit voldoende is. Weet ik bijna zeker. Weet ik eigenlijk zeker. Ja? Ik denk dat dit de laatste was van dit onderdeel. Ja. Als je nu wil zien hoe je nu iets, dat ze bijvoorbeeld zeggen, nou eerst had je de 15 en toen hadden we er 35. Hoeveel procent is het toegenomen? Plus hoeveel procent? Dan moet je het filmpje kijken. Procentuele toename berekenen. Dit is rekenen met procentuele. Blok. Rekenen procentuele toename. En het andere moet je kijken. De procenten. Pro, oh, wat erg. Procentuele toename berekenen. Dat is het andere filmpje. Gelukkig zit dat eind te zien bij dat nooit iemand. Dat was hem. Bedankt voor het kijken. Tot het volgende filmpje. Doei!